Frans en Fanny hebben hard gewerkt en mogen binnenkort net zo hard genieten. Oos is eigenlijk ook toe aan vakantie. Hij heeft met zijn slaapdronken hoofd allerlei domme dingen gekocht. Ik maak de cornichons. Die moeten zo naar binnen. Dan zullen we nog een keer leeg laten lopen. Ja, maar in die trailer zit geen stop. Heb je nog gebeld? Ik heb al zoveel keer van die bakken gekocht dat ik er gewoon blind van uit ben gegaan dat er ook een afvoer in zat. Twee keer hebben we dat soort bakken gekocht. Ja, maar dat verwacht je toch niet? Heb je gekocht ook? Ja, 150 euro. Ik denk, nou, af op je eitje. Want ik dacht, jeetje, mooie bakken. Maar kan ik ze niet leeg laten lopen? Ja. Maar ze waren wel goedkoop. Ja. Ze waren wel goedkoop, ja. Zo'n foutje zit Oos dwars en dat zien zijn liefhebbende troonopvolgers ook. Ze kunnen hem de hele dag ermee treiteren. Ja, toch? Het is nou ook niet dat je zegt van, goh, het hele bedrijf stort in elkaar. En zo reageerde die wel. Toen dacht ik ook van, joh, zit je nou te zeiken, man. Hey, kunnen wij nog meer van die bakken bestellen? Die goede bakken? Zo nog meer? Je hebt er al zo bijgezet. Maar ja, dat was natuurlijk weer hilarisch. Want papi heeft prachtige bakken gekocht. Maar er zit geen afvoer op. Ja, nou, dan ben je een lul. Ja. Oh, dan moet je keepen. Ja. En dompelaatje. Ik zal de kleren nemen. Het zal eens een keer meelopen. Echt waar. Ze bakken er geen reet van, hè? Dat maakt je echt van een mug een olifant af en toe. Hè? Je denkt van, joh, doe lekker rustig, man. Denk aan je hart. Gaat richting de 70. Dus doe even rustig. Helaas is Oos op dit moment niet zo van het relativeren. Neem me een bakkie. Ja, hij kan van die grappen maken, ja, inderdaad, ja. Zullen we een bakkie doen? Ja, dat soort grappen. Ja, die komt dan even niet binnen, want ik ben eigenlijk zo over mijn zeik heen. Hoe kan hij nou zoveel water liggen, Slappie? Omdat die bakken gewoon niet dicht zitten. Kijk, als je dat stoppie niet aandraait... Ja, dan zijn die gele toch een uitkomst niet. Lekker niet. Lekker dan. Blauwe bakken die lekken, gele bakken zonder stop. Bij Oos veroorzaakt het kortsluiting. Maar het is toch ongelooflijk dat er geen stoppen in zitten? Dat is toch... Dat je denkt bij je eigen, hoe kan het nou? Deze bakken hebben geen stop, dus je kan ze wel volgooien. Maar als je ze leeg wil laten lopen, dan... je kan er naar kijken en hopen dat ze misschien eens een keer leeg lopen. Maar ja, dan sta je heel lang te kijken. Kijk, als het past... Dan kan je ze makkelijk kantelen. Dan gooi je ze in die kantelaar, boem, leeg. Mm-hmm. En dan een schone bak eronder en dan hoef je hem niet leeg te pompen. Ze moeten toch allemaal ontflauwen? Ja, maar dan moet het water er toch af? Ja, dat snap ik. Nou, hoe wil je de water er nu afhalen? Nu niet, maar als je ze in de fabriek rijdt en je duwt gewoon die slang erin, op een gegeven moment stroomt die wel over. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar hij lijkt wel op mij, ja. Er zit bremshoutwater in. Ja. Even eerlijk. Dat doen we toch ook met die andere bakken? Doen we ze eerst leeglopen? Ja, eerst leeg laten lopen. Hoe wil je hem eerst leeg laten lopen? En laat je ze... Dat zeg ik toch, en daar die slang erin en laat je gewoon overstromen. Zo kan het toch ook? Ja, maar dan krijg je niet al dat oude water eruit. Niet dat zoute water krijg je niet. Dan kun je nou een beetje, weet je, zoek het lekker uit. We waren naar een oplossing aan het zoeken. Toen begon hij weer te blazen. En toen dacht ik, weet je wat jij lekker doet? Laat er even lekker op zitten. Zet hem in die kantelaar. Ja, die kan er ook een slang in houden. Ja, dat begrijp ik ook wel. Laten we het zo stellen, ik ben ook niet perfect. En... ja, misschien had ik dat even anders moeten zeggen. Maar ja, op dat moment vond ik het een stomme opmerking en dan flap ik dat eruit. En... Sil! Sil! Hier, dit ook, hier. Ja, dat hebben wij net gedaan. Dat heb ik hier net neergelegd. Moest nog een beetje de boel droog houden. Ja, nee, oké. Prima. Wat is... Ik... Zeuren, dat noemt men zeuren om het zeuren. Dan moet hij gewoon even frustratie kwijt of zo. Ik hoor van heel veel mensen dat Sil een beetje de Oos is van vroeger. Dus misschien herkent hij zich erin of... Ja, dat kan goed botsen, laat ik het daarop houden. Sil, het begint
vanaf het moment dat ik beneden kom, heb ik alleen maar één bak ellende over mij gehad. Eén bak ellende. En dan ga je dit, dat een beetje mij afrekenen. Helemaal niet. Helemaal maar dan wel. Ga je ook van die stomme opmerkingen maken en daar reageer ik op. Oké, nou ja, prima. Dat is toch niet zo gek? Nou, wel, vind ik wel. We kunnen lekker op elkaar mopperen. En Sil die kan ook wel eens bloedlink om me worden, omdat ik dan weer tegen hem loop te zeuren. Maar op het eind van de rit komt er niemand tussen ons in. We zijn wel echt een eenheid. En dat is toch mooi. Oos en de boys gaan naar het stadion. Ajax-fan zijn betekent dat je goed kunt omgaan met teleurstellingen. En daar bereid je je alvast op voor. Nou, en nou gaan we een beetje leuk doen. Nu al. Camille, wat wordt het vanavond? Uh, 3-1 Ajax. 3-1 Ajax. En jij? 2-1. 2-1 Ajax. Ja. Ik ga voor 4-0. Ajax is mijn clubpie. En ik ben het niet altijd even eens met wat er gebeurt. Maar het blijft toch je clubpie. En het is toch leuk om... En zeker met die jongens. Weet je, als ik ga, ga ik heel vaak met die jongens. Dat is gewoon uit. Nou, inshallah. Zijn we weer. Hey. Zo. We betreden de tempel. Ik lul in als slap, man. Nou, we gaan het meemaken. Wacht. Hey, hallo. Hallo. Hey. Nee, ja. Jawel. Heb ik gelijk? Heb ik dat leuk gegeven? In mijn eigen stadion, hè? In mijn eigen stadion ook echt. Dat is ook niet het Johan Cruijff stadion, dat is Oost-Kerstbeker stadion. Ik bedoel, hoe trots kan je wezen? Ik werd gebeld door de Amsterdam Arena en die hadden problemen met skyboxjes die ze heel slecht konden verhuren. En we hadden het plan om één grote ruimte te maken. En samen met Hendrik Jan, ik zei de gek, Dennis en Dave hebben we Café Johan bedacht. En dat is gewoon, ik denk ook de enige ruimte in de Amsterdam Arena waar geen winstbejag op zit. Als we geld verdienen, want het zit in een stichting, geef het aan een goed doel. Het is bloedgezellig en het is heel warm en huiselijk. Ik wil de Agurkenkoning wil ik in ieder geval welkom heten. Hey. Ja, dank u wel. Veel plezier vanavond. Wat luider hoor. En ik wens jullie ook allemaal een fijne avond. Ja, wie is dat eigenlijk? Dat las ik hier net voor. Die, Sonny Siloy. Ik heb zoveel wedstrijden in Ajax heen gevoetbald. Siloy is dat toch? Nou, hij had hoeveel wedstrijden? 200? 100 of zo. 25 in het land. Wel lijkt toch als je met dat soort mannen hebt gevoetbald. Ja. Het is wel mooi als je met dat soort mannen hebt kunnen voetballen. Geweldig nou, die goos. Ik vind het heel belangrijk als je daar binnenkomt, dan zit je met drie mannen, dan moet je gewoon thuis voelen. En nou, daar zijn we in geslaagd. Is het nu anders nu jullie ook deels eigenaar zijn van het bedrijf? Zo'n druk seizoen meemaken of niet? Nou, meer verantwoordelijkheid. Ja, voelt dat ook zo? Ja, best wel eigenlijk, ja. En mijn vader en Sil hadden let ook echt een lekker botsenkie gehad. Dus dan is het goed als Michiel een paar keer per jaar langskomt om te vragen hoe gaat het? Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? En wat heel fijn is aan Michiel is, hij zit qua leeftijd zeg maar, tussen ons in. En maar vier handen op één buik? Ja, ik moet zeggen... We hebben wel eens een discussie, maar dan ben ik na een kwartier later ben ik dat ook weer vergeten. Er moet nog een hoop gebeuren, maar dat gaat echt heel goed. En met hem heb ik nog wel eens een keer een clash. Ja. En dan botsen wij. Waar ligt dat dan aan? Aan het gezeik van mij. Ontzettend oude zeur is inderdaad. Nee, ja. Maar ja, weet je, ik zeik op hem. Niet omdat ik niet van hem hou. Ik wil gewoon dat hij de beste wordt. Ik zeg het niet altijd even genuanceerd. Ik zeg het ook wel eens een keer... Recht voor zijn raap. Nou ja, meestal recht voor zijn raap. Hij zegt het altijd wel recht voor zijn raap, maar hij kan zelf dat zo mooi zeggen. Het is de toon die maakt de muziek. Ja. Nou, en als je dan een beetje tegen me gaat schreeuwen om zo'n klein dingetje, dan denk ik, zak even door de stront heen. Het is de toon die de muziek maakt, ja, denk je. Precies. Maar als in één keer een grote opkoper komt en een enorm geldbedrag neerlegt voor jullie, ben je van al het gezeik af, zou je dan willen verkopen? Nee. Wat vind je dan zo leuk dat je nu nee zegt? Nou, gewoon de mensen met wie je werkt. Ik vind het leuk om met Camille te werken, nieuwe dingen leren.
Het is meer dan augurk in een potje stoppen. Dat is er nu afgelopen 3-4 maanden is dat zo. Dat is een mooie even knallen. Maar daarbuitenom is veel aantrekkelijker, laat het zo zeggen. Het belangrijkste van alles is dat ik weet, en die jongens ook, dat hij er verdomd goed mee bezig is. En dat hij zich ook wel realiseert dat wil die stappen maken, dan moet hij wel voorop blijven lopen. En dat kwartje is gelukkig al geruime tijd gevallen. Samen zijn jullie een team, maar uiteindelijk ben jij straks de smaakmaker. En hij moet de andere dingen regelen. Ja, leuk is dat toch? Ja, dat zei ik toch. Ik vind maar één ding belangrijk. We moeten gewoon als klein bedrijf de beste zijn. Nou, en dat betekent ook dat je er veel moet voor. Dat gaat niet vanzelf. En dan komt er een hoop gezeik om de hoek. Ja, dat weet ik. En weet je, en ik heb al een paar keer gezegd. Ik ben in zoveel kuilen gedonderd. Ik ben er altijd weer uitgekrabbeld. En weet je, die grote kuilen waar ik in ben geflikkerd, dat wil ik hun besparen. Ja, en dan vallen er wel eens harde woorden, ja. Nou ja, jammer dan. Over smaakmakers gesproken. De wedstrijd is begonnen. Er staan er ook 11 op het veld. Te veel te ouwe. Maar het is natuurlijk ook een wedstrijd die jullie eigenlijk samen met elkaar als team spelen. Maar we gaan natuurlijk ook wat zeggen dat mooi, hè? Dat half meitje gaat hij verliezen, hè? Ja. Half meitje ga je de pot verliezen. Nee. Het was 2-0, 4-0, 3-1.